We gaan beginnen met eventjes kort uit te leggen wat betekent eigenlijk Qinei Chang. Ja? En ik ga beginnen met een letterlijke vertaling. Ja? Je ziet Qi en dat staat eigenlijk voor energie of levenskracht. Dat betekent dat Qinei Chang zeker iets te maken heeft met energie. Ja? En dat heb ik jullie eigenlijk al een beetje laten voelen of uitgenodigd om connectie te maken met zowel inwendige als uitwendige energie. Nei Chang is eigenlijk een ander woord voor interne organen. Dus wat is dan eigenlijk Qi Nei Chang? Zou kunnen zeggen een energetische vorm van massage gericht naar de interne organen. Ja? En de bedoeling is om vooral de vrije stroom van Qi te bekomen. Ja? Om stagnaties, blokkades op te heffen. Ja? En op die manier onze gezondheid te bevorderen. Ja? Dus als er wat stressklachten zijn. Of aan preventie te doen. Qi Nei Chang is ook zeer bruikbaar om je emotioneel, mentaal welbevinden te bevorderen. Ja? Dus dat is zo'n beetje in een notendop wat Qi Nei Chang is. Van waar komt het? Het is eigenlijk een vorm van massage die zijn oorsprong vindt in Thailand. Ja? En, ik heb het geleerd onder andere van master Mantakchia, die het van zijn meester, dokter Mua Yimwatana, overgedragen gekregen heeft. Ja? Master Chia heeft daar een heel systeem van gemaakt die hij het Universal Healing Dao systeem noemt. En Qi Nei Chang is daar eigenlijk een onderdeel van. De grote bijdrage van Master Chia is dat hij de hele Dao-praktijk ja, op een hele moderne en een vrij gemakkelijke manier overgebracht heeft. Ja, want heel wat van de Dao-praktijk zijn eigenlijk geheime praktijken die in het Oosten niet zomaar aan iedereen gedeeld werden. En Master Chia is een van de eerste meesters die die praktijk opengetrokken heeft naar het Westen. Ja? En Qi Nei Chang vormt daar een onderdeel van. Dus geïnspireerd door traditionele Thaise geneeswijzen. Maar ook de traditionele Chinese geneeswijzen, zoals toegepast in de acupunctuur, dus dezelfde energieleer, is ook van toepassing in Qi Nei Chang. Qi Nei Chang is uiteraard niet alleen maar massage, maar behelst ook Qigong, behelst Tai Chi, behelst yoga. Ja? En dat alles ja, in de Taoïstische principes. En er zijn ook meditatietechnieken. Daarvan heb je al een kleine kennismaking gehad met de helende geluiden. Het Universal Healing Dao systeem is eigenlijk gebaseerd op oude Chinese tradities. Dus de massage op zich van de Qi Nei Chang heeft een heel sterke invloed gehad vanuit de Thaise massage. Maar de diepere basis bevindt zich toch eerder in de Dao-praktijk. Ja? Dus er zijn heel wat inzichten en intelligentie vanuit die Oosterse traditie die geïntegreerd worden daarin. Ja? En ik spreek hier van Dao-praktijk. En die Dao-praktijk is eigenlijk een Dao-pad of een weg die je loopt naar zelfontwikkeling. Ja? En dus een praktische energieleer die jou helpt om jouw energiepeil te verhogen. En dat is waar dat veel mensen naar op zoek zijn. Meer vitaliteit, meer energie. Ja. Maar ook om spanningen af te bouwen. Ook om emoties te balanceren en transformeren. Ja. En om de geest te verstillen. Dat is ook een hele belangrijke. En dus dat Universal Healing Dao systeem is eigenlijk allesomvattend met oefeningen, meditatie en massage. Ja. In de Dao-praktijk wordt de Qi opgebouwd. Eerst en vooral ga je proberen te voorkomen dat je energie verliest.
Met andere woorden, het is belangrijk dat je je zintuigen leert beteugelen. Ja? Dus dat je je zintuigen niet alleen maar gebruikt naar de externe wereld toe, maar ze leert afsluiten van de externe wereld en je aandacht ook naar binnen richt. Ja? Dus we verliezen eigenlijk heel veel van onze energie door onze ogen te volgen en onze oren. Ja? En die twee zintuigen trekken ons heel erg naar buiten. Een andere manier waarop dat je veel energie kunt verliezen is via de seksuele organen. Ja? Dus het verlies van zaad, het verlies van eicel, het verlies van bloed, dat is dan voor de menstruele cyclus van de vrouw, zorgt ervoor dat er ook een verlies is aan chi. Ja? Dus de Dao-praktijk helpt en ondersteunt ons om onze zintuigen in ons voordeel te leren gebruiken en onze seksuele energie ook meer inwendig te transformeren en niet naar buiten te gooien. Ja. Aanvullend is het heel belangrijk dat je ook leert chi opbouwen door je dagelijks met de externe bronnen te verbinden. Ja, zoals dat we al kort gedaan hebben in de opwarming. Ja, de aarde-energie, de hemelse energie, ja, dat zijn de twee grote polen, yin en yang. En dan heb je de kosmische chi, waarvoor voor ons als mens de dichtstbijzijnde bron van kosmisch licht eigenlijk de zon is. Energielekken dichten, externe energieën leren opnemen en ook uw interne energieën leren transformeren en harmoniseren. Ja? Dus het is niet omdat we een helend geluid doen en we flink aan het uitademen zijn, dat we al die spanningsenergie naar buiten gooien. Eigenlijk is het veel eerder de bedoeling om inwendig meer ruimte te creëren, zodanig dat je die energieën terug kunt transformeren, dat er meer harmonie komt en dat de gespannen energie terug kan omgevormd worden naar een meer bruikbare energie. Ja? Dus het is zaak om ook uw energie te leren circuleren. We hebben dat ook een stukje gedaan in de opwarming. Het circuleren van de energie tussen hart en nieren bijvoorbeeld. Ja, dat is dan de inwendige energieën. En het leren circuleren van die grote externe energieën. Wat wordt er eigenlijk beoogd met de Dao-praktijk, waar Qin Ai Chang een onderdeel van is? In de eerste plaats is de bedoeling om jezelf te gaan helpen. Ja, en dat is een hele belangrijke, zeker voor mensen die al praktijk hebben. Ja, het is heel belangrijk dat je als practitioner goed voor jezelf zorgt. Dan ga je anderen helpen. Dus stap 1 is help jezelf. Stap 2, ik ga anderen helpen. En als ik veel andere mensen help, dan doe ik op die manier een bijdrage aan de wereld. En help ik eigenlijk de wereld. Ja. De Dao-praktijk is eigenlijk ook een onsterfelijkheidspraktijk. Dat is uw energie zo cultiveren, dat jij een oneindig lang leven zou kunnen gaan leiden. Ja? Dus dat is de ultieme praktijk. Ik zou zeggen, laat ons beginnen met stap 1 en 2. En dan kunnen we die andere stappen in de loop van de tijd mogelijk ook zetten. Goed, in de oefeningen heb ik jullie al contact laten maken met 3 belangrijke centra. Wij noemen dat tantiens, dat is een ander woord voor energiecentra. En we onderscheiden de bovenste dantien, dat is jouw hoofd. Ja? En dat behelst eigenlijk uw hersenen, uw zintuigen, uw zenuwstelsel. En uw hoofd heeft een heel sterke connectie met de hemelse energie. Ja? En is meer uw spiritueel mentale center. Ja? Dus de shen of de spirit. Dan hebben we in het midden, in onze borstkas, de middelste dantien, verbonden met ons hart, ja, is meer ons emotionele center.
staat ook voor ademhaling en circulatie. Dus niet alleen het hart, maar ook de longen maken daar deel van uit. En dat is het centrum die een heel sterke connectie maakt met het kosmische licht, ja? Dus met de chi. En dan hebben we onze onderste dantien. En vaak als we in de Dao-praktijk spreken van dun dantien, ja, dan hebben we het eigenlijk over dit buikcenter. Ja. Dat is meer ons fysieke center, staat voor vitaliteit en is ook gekoppeld aan onze spijsvertering, uitscheiding en voortplanting. Ja. En in die onderste dantien zit onze jing. En daar hebben we al via de nieren een beetje contact meegemaakt. Dus dat is uw basisvitaliteit die je overerft van al uw voorouders. En dat ligt ingebed in uw buikje. En de bedoeling is dat je die, jing-energie gaat transformeren, want dat is meer een ruwe vorm van energie die getransformeerd wordt, verfijnd wordt tot qi. En die dan uiteindelijk nog verder verfijnd wordt naar Shen. Dus de evolutie is eerst van goed te landen in je buikje, om dan vanuit je buikje de transcendentie te doen naar je hart en naar je hoofd terug. Goed, hoe werkt Qi Ne Chang? Wel, ik heb al uitgelegd, qi is energie. Dus voor de Qi Ne Chang vertrekken we vanuit een energetisch concept. Ja? Qi als levenskracht, als vitale kracht, als vitaliteit of vitale energie. Ja? En in principe is alles qi. Ja? En qi met een k of een q zijn andere schrijfwijzen die je soms in de literatuur gaat terugvinden. Ja? Dus alles is qi. Zowel het hele universum als op macro-kosmisch niveau, als wij als mens zijn in al onze aspecten ook een microcosmisch, bestaan wij eigenlijk ook volledig uit qi. Ja. En belangrijk ook is, qi bestaat zowel uit het subtiele, de energie, als uit meer geconcentreerde vorm van energie, de materie. Ja. Dus uw lever is eigenlijk ook een vorm van energie. Uw darm is een vorm van energie, maar meer geconcentreerd. Ja? Meer tastbaar ook. De Qi Ne Chang gaat inwerken op de Qi-stroom op diverse niveaus. En ten eerste uiteraard op de organen. Ja? Maar het heeft ook een impact op uw doorbloeding, op uw zenuwstelsel, hormonaal stelsel en lymfestelsel. Ja? De Qi Ne Chang werkt ook op de meridianen, ja, en op drukpunten. En we balanceren of we werken ook met de vijf elementen. Ja, dus er is de hele Oosterse geneeswijze met meridianen, vijf elementen en dan ook de organen. Er is een hele sterke relatie tussen stress en emoties. En zowel stress als emoties hebben een sterk effect op ons. Ja? En elke vorm van stress zorgt eigenlijk voor spanning. Je moet maar zelf een keer nagaan. Op het moment dat je inderdaad wel drukte ervaart, stress ervaart, dan gaan je spieren zich eigenlijk een stukje meer gaan opspannen. Ja? En een gespannen lichaam zal ervoor zorgen dat eigenlijk de qi-stroom niet optimaal kan verlopen. Ja? Dus dat is een eerste aspect. Er is minder qi, minder bloeddoorstroming, minder lymfedoorstroming wanneer je meer gespannen bent. Ja? Spanningen, letterlijk ook in je buikje, gaan ook zorgen dat er om den duur knopen ontstaan. Ja? En omdat alles via het fascia, het bindweefselsysteem, met elkaar verbonden is, is het zelfs heel goed mogelijk dat je met een gespannen knoop in je buik zit waar je niks van af weet en dat het zich toont via pijn in je schouder of pijn aan je knie. Ja? Dus vanuit de buik zijn we ook in staat om soms problemen die zich elders in het lichaam voortonen, ja, het symptoom
toont zich bijvoorbeeld in de schouder en de oorzaak ligt in het buikcenter. En via Qin en Chang kan je dat dan vrijmaken. Spanningen en stress zullen ook zorgen dat je spijsvertering niet optimaal kan werken. Ja? En bij de ene kan zich dat tonen door constipatie of opgeblazenheid. Ja? Bij anderen, wanneer de qi onvoldoende stroomt, zullen ze de neiging hebben van meer materie te gaan aanmaken en komen er gewichtsproblemen. Ja? Bij anderen zal de stress en de spanning ervoor zorgen dat er rug, nek of hoofdpijn ontstaat. Ja? Bij anderen toont die spanning zich dan onder de vorm van een vermoeidheid of slapeloze nachten. Ja? Dus die stress kan in het lichaam diverse problematieken geven, doordat stress altijd gekoppeld is aan spanning. Stress zorgt eveneens voor storende emoties. Ja? En wanneer dat de emotionele energie verstoord is, dan zal er ook, zal je merken dat je gedachten ook niet zo zuiver zijn. Dus dat er ook een emotioneel-mentale disbalans gaat komen. Ja? En afhankelijk van waar de spanningen zich voordoen, ja, ga je diverse emoties zien optreden. Ja? En in de Dao of in de Qin Hai Chang linken wij bepaalde emoties aan bepaalde organen. Ja? Bijvoorbeeld wanneer ons metaalenergie, ja, dat is gekoppeld aan de longen, verzwakt, dan zijn we vatbaarder voor depressies, voor verdriet, voor zwaarmoedigheid. Ja? Wanneer onze waterenergie of de energie van de nieren laag staat, dan zijn we supergevoelig voor stress en zijn we door de band ook meer angstig. Wanneer het houtelement gekoppeld aan de lever uit balans geraakt, zijt je rapper boos, geïrriteerd, gefrustreerd. Ja? En schiet al een keer uit je sloef. Wanneer je vuurenergie gekoppeld aan je hartje uit balans geraakt, ja, dan is er een zekere gejaagdheid, nervositeit, kunnen er haatgevoelens komen en ja, kan er ook zo'n beetje een gemeen gedrag opkomen. En wanneer je aarde-element gekoppeld aan de maag en de mild verzwakt, ja, dan is er een tendens tot zorgelijkheid, piekeren, ja, een gebrek aan vertrouwen, een gebrek aan zekerheid. Ja. Dus er is uiteraard een wisselwerking. De emoties kunnen aanleiding geven tot disbalans in het orgaan. En een gespannen orgaan kan aanleiding geven tot emoties. En eigenlijk ook tot het ontstaan van een vicieuze cirkel. En met onze Qin Hai Chang proberen we dergelijke cirkels te doorbreken. Nog een keer op een rijtje zetten wat het doel is van onze Qin Hai Chang, zowel op jezelf als op anderen toegepast. Voor eerst het opheffen van die energieblokkades in de interne organen. Ja. Het ontgiften van de organen en van daaruit het ontgiften van het lichaam. Ook het harmoniseren van de organen. Ja. Zorgen dat die organen bij manier van zeggen terug blij worden en hun functie optimaal kunnen uitvoeren. Ja. We helpen ook om stress te transformeren terug in qi, terug naar vitaliteit. Ja. Het helpt ook om meer emotioneel evenwicht te hebben, mentaal meer tot helderheid te komen. En het is ook een hulpmiddel om je spiritueel bewustzijn te verhogen. Belangrijk ook is dat via Qin Hai Chang je terug in contact komt met je interne energiepotentieel en dat je terug contact krijgt met het zelfhelende vermogen. Ja? Dus dat je zelf kunt zorgen dat de qi terug in harmonie komt en op die manier ongemakken kunt verlichten en aan preventie doen. Waarom Qin Hai Chang ondergaan? Wel, eerst en vooral omdat het je gezondheid helpt te onderhouden en preventief werkt. Ja? Het is zeker een hele goede methode om meer vitaliteit, meer energie te hebben. Ja?
Het helpt je ook weer om je gezondheid zelf in handen te nemen en dus niet afhankelijk te zijn of te blijven van anderen, omdat je jezelf helende vermogen ontdekt. Het is een hele goede remedie bij diverse stressklachten. Ja? Bij hoofdpijn, vermoeidheid, lage rugpijn, nekpijn, problemen met de slaap. Ook voor de dames, menstruatieklachten of menopauzeklachten en dergelijke meer. Toch opletten. Qinijiang is geen vervanging van geen enkele reguliere medische behandeling. Ja, dus dat is heel belangrijk. Wij bekijken Qinijiang als een aanvullende of complementaire Oosterse manier van behandelen. Dus het is geen alternatieve behandeling als vervanging van, maar het is eerder een aanvullende methode. Wanneer jouw behandeling gaat, vergelijkbaar met gelijk welke massage of als je ook bij een kinesist gaat, ja, is er altijd eerst een intakegesprek. En tijdens de bevraging zal een goed geoefende Qinijianger al goed observeren, ja, kijken, luisteren en voelen. Ja. Dan zal er uiteraard een behandeling gegeven worden, een orgaanmassage. En je zal veelal ook enkele tips meekrijgen. Ja, terug om zelf je gezondheid in handen te nemen, je voeding aan te passen, je levenswijze waar nodig aan te passen. Veelal is dat een aanmoediging om wat meer rust in te bouwen. Zelfbehandeling te doen. Ja, een buikje is heel benaderbaar, is gemakkelijk aan te raken en te behandelen. Ja. Vaak krijg je ook een kleine oefening mee. Ja, mogelijk een korte Tao-meditatie. Ja. Want in feite beschouwen we de cliënt in een Qinijiang-sessie als een student die ook een beetje huiswerk mag doen. En het belangrijkste hierbij is dat na een aantal sessies het wel degelijk de bedoeling is dat de cliënt zelfstandig zichzelf kan gaan ondersteunen. Ja? Dus het is niet de bedoeling om bij een Qinijiang practitioner wekelijks op het matje of op de massagetafel te komen liggen en dat de practitioner voor u alles gaat oplossen. Ja, er wordt van de cliënt wel medewerking gevraagd aan het helend proces. Dus waarom Qinijiang leren? Een aantal dingen heb ik al benoemd. Misschien is goed om een onderscheid te maken dat je het eigenlijk zowel kunt leren voor persoonlijke ontwikkeling om jezelf te ondersteunen, ja, naar gezondheid en preventie, als dat je het kan leren om anderen te ondersteunen. Herinner u stap 2, ik help de ander. Ja. En het kan uiteraard ook zijn dat je al een praktijk hebt en dat je je aanbod wilt uitbreiden met deze vorm van orgaanmassage. Ja. Hoe verloopt onze opleiding? Ja. Voor eerst hebben we een nieuwe opleiding en die is eigenlijk voornamelijk gericht naar help jezelf. En we noemen dit de Qinijiang Self-Healing. Het vergt helemaal geen voorkennis en we werken met thematische lessen. Er is reeds een reeks geweest met het thema zuiveren en loslaten, waar we vooral met het metaalelement en gericht naar de energie van de darmen. Ja. En momenteel loopt er een reeks rond ontspannen en vitaliteit. Dat is gekoppeld aan het waterelement, gericht naar de nieren en de psoas. Ja. Dus het doel is vooral jezelf ondersteunen, je gezondheid te bevorderen en aan preventie te doen. En in die lessenreeks doen we eenvoudige yoga-oefeningen en qigong. We doen zelfmassage, ja, op ons eigen buikje. En we doen eenvoudige taalmeditaties voor het harmoniseren, voornamelijk van de storende emoties. Ja. Dan heb je de mogelijkheid om Qinijiang ook te leren om anderen te helpen. En de opleiding start met een basiscursus. 21 lesuren wordt meestal over 3 dagen gespreid aangeboden. Vergt eveneens geen voorkennis.
En inhoudelijk zie je een aantal topics terugkomen van de Qinichang zelfheling. Ja. Aangevuld uiteraard met een basisprotocol, een basisbehandeling die je aanleert. Toepassen van Qinichang, orgaanmassage op een cliënt met het openen van de Dantian, dus dat punt die we bij onszelf geopend hebben al, maar ook specifieke Qinichang-punten op de navel, openen van de energie in de benen, het ontgiften van de huid, het ontgiften van de darmen, het openen van de vijf elementen. Tussendoor krijg je ook nog informatie over de organen, over de fascia, de mobiliteit, de fysiologie van de organen. En doorspekt ook met energieleer en het systeem van de vijf elementen. Ja. Zodanig dat je ook goed de relatie ziet tussen de emoties en de diverse organen en elementen. Ja, dus dat is de basiscursus. Daarna kan je verder gaan met een vervolgcursus. Dat behelst ongeveer 42 uren. Voorwaarde is uiteraard dat je eerst die basis gevolgd hebt. We werken verder op wat je in de basiscursus geleerd hebt. We verdiepen dat verder uit en breiden de behandeling uit naar het diafragma. Alle organen in de buik gelegen, maag, mild, lever en halblaas. We werken ook dieper in de buik naar het duodenum en de pancreas. We werken ook in de middenste dantian naar longen en hart. En we versterken ook de energie in de nieren, de blaas, de voorplantingsorganen. En we werken ook op de psoas en de iliacus. Dus een totaal pakket om heel die buik, de energie daar krachtig van te openen en diep in het systeem te kunnen werken van de ontvanger. Uiteraard is er altijd ook wat praktische anatomie, fysiologie over de organen. De oefeningen blijven inherent deel uitmaken. Zelfbehandeling, meditatie zijn een onderdeel van de cursus. Dus het is niet alleen maar anderen behandelen. We blijven aandacht besteden ook aan de Qinichang zelfheling. Als je de cursus doorlopen hebt en je gaat regelmatig oefenen, dan ga je in staat zijn om jezelf te ondersteunen. Ja? Met de oefeningen, met de meditaties, met de zelfbehandeling. Ja? En uiteraard zal je ook in staat zijn om mensen te gaan begeleiden en te ondersteunen om hun qi te gaan versterken, te harmoniseren. Ja, om door observatie van de navel te kunnen selecteren welke windpoorten het best geopend worden. Ja, je gaat ook rekening leren houden met wat je kan observeren op het gelaat, wat je kan voelen in de buik, bepaalde drukpunten. En dat koppelen of terugkoppelen aan het levensverhaal van de cliënt om te kunnen bepalen op welk orgaan je best de aandacht zou brengen. Om te detoxen, te harmoniseren. Ja, om de qi-blokkades op te heffen, knopen, strengen in de organen en in de dantian vrij te maken. Ja. Mensen opnieuw leren verbinden met de externe bronnen van qi, zodanig dat ze in staat zijn om zichzelf te heropladen. En het is ook heel belangrijk om tijdens de behandeling als practitioner u met die externe bronnen te verbinden. Ja. Zodanig dat je uw eigen energie niet doorgeeft aan de cliënt. Ja. En dus verbinden externe energieën en ook de doorstroming en verbinding met de interne energie vanuit de tantien naar het hele lichaam. En je gaat ook in staat zijn om je cliënt eenvoudige oefeningen aan te leren, korte meditaties en aan te moedigen ook om aan zelfbehandeling te doen. Een lesdag verloopt eigenlijk een beetje zoals dat de avond hier in een notendop is. Starten met oefeningen. Dan een stuk theorie en praktijk over de Qinichang. Je gaat daar aan de slag om te oefenen op elkaar en je krijgt de keuze om dat te doen op een futon of op massagetafel. Dus sommige mensen die vanuit de shiatsu komen werken graag op een futon. Mensen die een massagepraktijk hebben werken meestal liever op een tafel.
Er is altijd gelegenheid voor vragen en je krijgt ook gerichte feedback op je werkwijze. We besteden aandacht aan de taalmeditaties. Er is naast mezelf minimaal één andere assistent aanwezig om mee te helpen tijdens de les. Na afloop van elke cursus ontvang je videomateriaal om de studie thuis verder te kunnen zetten. En dat is zeer bruikbaar gebleken om na verloop van tijd toch nog eens te gaan kijken van hoe is dat dan nu weer om die een dikke darm te masseren. Ja. Na afloop van de basiscursus en ook na de vervolgcursus ontvang je telkens een bewijs van deelname. Wat staat er of wat hebben we nog voorzien aan opleidingen? Er is de Qinaichang zelfheling. Daar heb je de mogelijkheid om de eerste reeks die al gepasseerd is, die staat op YouTube, om u daarvoor in te schrijven en een bijdrage te betalen om toegang te bekomen tot de opnames. Dat thema is zuiveren en loslaten. En het is nog mogelijk om aan te sluiten bij de reeks die vorige vrijdag gestart is. Er zijn nog 3 lessen. Je bekomt toegang tot de eerste les via de videoopname en je kan via Zoom rechtstreeks of eventueel met de video achteraf de lessen volgen. Ja. De bijdrage per reeks komt op €50. Dan heb je de Qinaichang basiscursus en deze data zijn met voorbehoud dat de coronamaatregelen uiteraard moeten versoepelen. We hebben een 3-daagse voorzien. Er zijn nog enkele plaatsjes, want die cursus is al eens verplaatst geweest. Mensen wachten om te mogen starten. Er is nog een nieuwe cursus voorzien half maart. En dat is telkens op de maandag overdag. En aan het einde van de paasvakantie starten we met de vervolgcursus. Dus qua bijdrage is het zo dat we de mogelijkheid geven als je een maand op voorhand inschrijft en betaalt, dat je geniet van een korting op de bijdrage. Ja. En dat is zowel voor de basiscursus als voor de vervolgcursus. Voor de Qinaichang zelfhelingreeksen is er geen korting voorzien. Weliswaar is het mogelijk voor de mensen die een zelfstandige praktijk hebben gevestigd in Vlaanderen, om via de KMO-portefeuille een subsidie te bekomen op uw inschrijvingsgeld voor de basiscursus en de vervolgcursus. Ja. En ja, het blijft nog een beetje in afwachting van het versoepelen van de COVID-maatregelen. En sowieso ga je rekening moeten houden dat als we mogen live lessen geven, dat dit steeds met een mondmasker op is, met inachtname van de handhygiëne. En wanneer er geen praktijk is per 2, dat er steeds afstand gehouden wordt. Ja, en we vragen dan ook dat iedere deelnemer strikt de maatregelen of de afspraken naleeft. Oké, dat was het.